hebben gewonnen. Als school. En dit zijn de geluksvogels. De leerlingen van basisschool De Regenboog zijn de beste rekenaars van Nederland. Nou, dat mogen ze dan wel eens bewijzen. Vandaag moeten ze uitrekenen of ze met alle schoolkinderen de top van de domtoren kunnen bereiken als ze op elkaars schouders gaan staan. Maarten en Lode gaan direct aan de slag. We zijn de lengte tot de schouders aan het opmeten. En waarom tot de schouders? Tot de schouders. Ze moeten op elkaars schouders gaan staan, maar dat is te gevaarlijk. Ja, dus dat gaan we niet doen. En dan doen we tot de schouders meten. Na het meten is het tijd voor het echte rekenwerk. De vraag is dus, halen de leerlingen op elkaars schouders de top van de dom? En toen kwamen we uit op 82 centimeter onder de dom. Dat valt dus nog niet mee. De antwoorden verschillen nogal. Maar juf Danielle is trots. Met deze opdracht was samenwerken ook wel heel erg belangrijk. Want ze moest alle opdrachten in groepjes uitvoeren. En ook dat kunnen ze heel goed. Ze zijn heel goed in samenwerken. En bij deze opdrachten was rekenen belangrijk, samenwerken en creativiteit. Lode vindt rekenen belangrijk. Hij denkt het ook nodig te hebben als hij later groot is. Je wil piloot worden, moet je wel de route berekenen. Maar dan, dat is wel iets anders dan gewoon rekenen wat je nu doet. Natuurlijk gebruiken de leerlingen ook nog wel eens de rekenmachine. Maar ze doen hier ook nog aan hoofdrekenen. Je moet iets leren en met de rekenmachientje leer je niks. En dan nu het antwoord op de vraag. Schrijft u even mee? De dom is 112 meter hoog. We gaan ervan uit dat het gemiddelde basisschoolkind tot de schouders 1,20 meter groot is. 112 gedeeld door 1,20 meter is 93,3. Dus om de top van de dom te bereiken zijn iets meer dan 93 schoolkinderen nodig.